Goeiedag en welkom bij een andere aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met de heer Sean Quartier. Hij is de directeur van EnRemote. Dat is een IT-bedrijf die al 15 jaar actief is in Suriname. En naar aanleiding van hun 15-jarig bestaan hebben we hem vandaag te gast in Q-Time om ons wat meer te vertellen over zichzelf en over het bedrijf. What made is a little Q-Time? Sean, welkom in Q-Time. Dankjewel. Oké, laten we eerst even kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf. Oh, Sean Quartier. Passionate about music. Dat is mijn eerste liefde geweest en nog steeds. En door muziek ben ik terechtgekomen in IT. Omdat je toen der tijd waren er volgens mij maar 3 mensen in Suriname die echt op de computer muziek deden. Dus er was niet veel support. Dus moest ik me educaten en vond ik van het andere end. Echt. Ik moest goed worden in muziek, dus ik moest goed worden in computers. En dat werd toen dus toen mijn bijdingen, dat nu mijn main ding is geworden. Ja, ja. Oké. Okay. Computers werden waren je bijding. En toen, ja. En dus, ja. En dus is je main ding geworden. Oké. Okay. Heel mooi geformuleerd. Ja. Inderdaad, als je kijkt naar de ontwikkeling van muziek, is het alleen maar digitaler geworden in de afgelopen jaren. En ik heb het idee dat een computer nu bijna niet meer weg te denken is uit het maken niet. Van muziek. Gewoon niet. Ja. Tenzij je inderdaad op een jam zit en er is nog de helft komt uit de computer ondersteund of voorgeprogrammeerd. Nothing bad about that, maar het is wel een realiteit. Hè? Dat je inderdaad een akoestische gitaar is... waarschijnlijk 1 in de 1000, waar het vroeger 1 in de 10 was. En zelfs dat probeert mij na te maken. Dus, nee, precies. Nee, maar de warmte van een echt instrument, dat, dat is onnamakelijk. Alhoewel ze wel heel dichtbij komen, hoor. Heel dichtbij tegenwoordig, wat de technologie allemaal kan. Maar goed, vertel ons wat meer over je bedrijf en EnRemote. Oké, we zijn een managed services provider. Dat is dus... een bedrijf die letterlijk alles overneemt van beheer van de klant. Dus letterlijk van gebruikersbeheer, infrastructuur, servers, desktops, printers. Alles dat te maken heeft met hun infra, dat beheren wij, zodat zij zich kunnen focussen op hun core business. Ja, oké. Het is denk ik een steeds groter wordende vraag in de afgelopen 15 jaar. Heb je ook kunnen merken dat ook een kijk. In de grote wereld, om het maar even zo te zeggen, gaat de ontwikkeling heel erg hard. Hè? In Suriname heb je hier echt ook gewoon nog best wel veel manual labor. Heb je in de afgelopen 15 jaar toch ook wel een bepaalde ontwikkeling kunnen zien in Suriname, bij Surinaamse bedrijven, als het om de integratie van ICT betreft in hun organisatie? Absoluut, zeker. Het begon eerst met processen die geautomatiseerd moesten worden. Omdat men dingen, wat je zegt, manual labor wilde men vervangen met efficiëntere processen. En natuurlijk, als je begint met proces automatiseren, dan moet je automatiseren. En dan heb je daarvoor ondersteuning nodig. En aardig wat bedrijven kunnen niet meer zonder automatisering. De edge, de competitive edge die het aan zich geeft, is van die dat men gewoon niet meer zonder kan. Dus die groei is er geweest. En ik denk dat we nu een punt hebben bereikt waarbij... er nog geen saturatie is, maar dat je merkt dat nu de kleinere bedrijven inzien dat ze met automatisering veel sneller uit de voet kunnen om hun ideeën neer te zetten en om hun bedrijf op te kunnen starten. Ja, oké, maar de kleinschaligheid van de Surinaamse markt is natuurlijk ook best wel een moeilijk onderdeel van het zaken doen en het automatiseren van je bedrijf. Want het kost veel geld, hoe je het ook eruit verkeert. Dat is de perceptie. Ja. Intussen zijn dingen een beetje veranderd en je hebt dat, het is bijna een commodity geworden, bepaalde zaken zijn gewoon common sense, e-mailen is geen big issue meer, messaging is geen issue meer, files opslaan is geen issue meer, dus componenten van die automatisering die vroeger als duur beschouwd werden, zijn nu best wel affordable. Ik denk dat men nu meer kijkt naar de meerwaarde, want automatisering is natuurlijk geen doel, hè? Het is gewoon een tool. Ja. En wanneer je het zo bekijkt, het onderdeel maakt van je productieproces, dan is het niet meer duur, het is eigenlijk een productieonderdeel.
om te kunnen komen tot je eindproduct. Ja, jij werkt meer voor bedrijven. Hè? Je hebt niet een product dat door de consument gekocht moet worden, maar meer voor bedrijven. En toch moet je in touch staan met die consument om te weten hoe je die het best kan bedienen door middel van de automatiseringsprocessen. Hoe neem je de wil van de consument mee bij het ontwikkelen van jouw producten? Oké, sowieso kijken we naar onze klanten. Wij noemen ze partners, omdat we eigenlijk een partnership met ze aangaan. We zijn niet gewoon een IT-bedrijf die zonder meer op afroep beschikbaar is. We denken mee in het proces van het bedrijf. We adviseren management bij investeringen die gedaan moeten worden. Dus in dat proces leer je hun business kennen. En natuurlijk leer je dan indirect ook weten wat hun cliënten eigenlijk nodig hebben van hun. En dan ondersteun jij hun daarin eigenlijk om hun proces efficiënter te maken, zodat hun eindproduct die zij leveren, zijn doel kan bereiken. Dus op die manier komen wij dus aan informatie. We kennen onze partners, we kennen hun core business en we weten precies wat ze nodig hebben. Ja, de support die jij biedt, hoe gaat dat veelal in zijn werk? Ben je dagelijks bezig met je klanten of je partners? Oh, is het wekelijks de support die je geeft? Hoe zit dat in elkaar? Bijna 24/7, dat is het dus nu echt geworden. ja, zeker. Omdat je merkt dat in Suriname dat zeven even mentaliteit plaats begint te maken voor een meer productiefocus situatie. Je merkt ook dat mensen ook mobieler zijn geworden. Dus je hebt niet meer die vaste werktijden. Dat betekent dat wij altijd beschikbaar zijn voor onze partners om hen te ondersteunen. En dat kan voor alles zijn. Op kerst, nieuwjaar, het maakt niet uit. Ja. Het is niet meer een situatie waarbij je denkt van ik werk van 8 tot 4. Zeker niet in de IT. Ja, okay. Dus ze zijn altijd beschikbaar voor ze. Nee, dat ding is eigenlijk een hotline. Hè? Ik ben thuis, ik wil werken s'avonds. En luister naar Sean, dat ding gaat niet door, what about? yes. Ja. Yes. Oké, okay. Ontwikkel je ook je eigen software voor klanten die dat nodig hebben op maat? Wat wij doen is, we verkopen geen software, we verkopen geen hardware. Alles wat we leveren is een dienst. Zo moet je dat zien. Dat betekent dus dat een partner komt en zegt, hey, we willen een mobiele app hebben om dat te koppelen aan onze marketing bijvoorbeeld. Nou, toevallig doen wij dat ook voor ze. Ja. En dan wordt het gewoon onderdeel van het pakket aan diensten die we leveren. Dus we leveren geen enkele dienst. Ja. We leveren een scope van diensten die de klant enabled om zijn doel te bereiken. Ja, oké. Okay. Maar dus niet op maat gemaakt. Maar als hij bijvoorbeeld zegt van dit is wat ik wil, dan gaan jullie op zoek naar het product dat er eventueel is. Of inderdaad de toepassingen passen bij wat zij nodig hebben. Waar nodig gaan we natuurlijk dat proberen te creëren voor de klant. Als het mogelijk is. Waar het niet mogelijk is, gaan we partners zoeken met wie we dat samen kunnen doen. Hoe dan ook zorgen wij ervoor dat de klant de oplossing krijgt en dat wij dus eigenlijk in dat hele proces namens de klant ook onderhandelen en de beste deal voor de klant binnenhalen. Ja. Je hebt net een woord gebruikt waar ik het even met je over wil hebben. En dat is namelijk het woord perceptie. We vergeleken Suriname altijd met de grote wereld. Ja, toch? We schalen ons aan Nederland, we schalen ons aan Amerika. Ja. Als je praat over de ontwikkeling van ICT in Suriname, vind je dat we achterlopen? Ja. We lopen achter, absoluut. Maar in welk opzicht? We lopen achter als het gaat om bandbreedte, als het gaat om de ontwikkeling van internet, zou je kunnen zeggen, als het gaat om de prijzenfront. Maar we kunnen ons niet vergelijken, omdat scale of economy is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Dus we klagen wel vaak over tarieven en over prijzen en dergelijke. Maar in dat proces vergeten we dat inderdaad onze scale heel klein is, waardoor operationeel natuurlijk duurder is. Dus de perceptie in dat opzicht is een beetje, is niet correct. Hoe we soms onze providers soms aanspreken, dat is niet correct. Want als je reist, natuurlijk ga je mooie dingen zien, maar ik bedoel, als je 1 miljoen mensen of 3 miljoen mensen hebt, ja, natuurlijk is de kostprijs dan minder. Dus de perceptie, ik heb me vaak ook schuldig gemaakt in het verleden, hoor. Omdat je dat het beter kan en je beter gewend bent als je reist en dergelijke, zoek je natuurlijk hetzelfde als je naar Suriname komt. Maar ik moet zeggen, we zijn behoorlijk vooruit gegaan. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat je zou zeggen, nee, we doen niet onder. Want alles wat er in de grote wereld te vinden is, kunnen we hier in Suriname ook krijgen. Dus je hebt juist een ander antwoord gegeven.
En dat juist gewoon, je zou zeggen, nee, juist door access tot internet kunnen we eigenlijk gewoon op hetzelfde niveau opereren. Maar dat was een wenselijk antwoord. Afhankelijk van je categorie, je beroepscategorie. Kijk, als je in marketing zit en in online marketing en media, dan is eigenlijk de wereld voor je open. Dat is heel makkelijk. Maar het is afhankelijk van je branche waar je zit. Ja, oké. Okay, je bedrijf bestaat 15 jaar. Ik weet zeker dat je bij jouw verjaardag en de terugblikken op de afgelopen 15 jaar ook een vooruitblik hebt gedaan. Hoe zie jij jouw eigen bedrijf groeien in de komende tijd? Wat zijn jouw ambities daarvoor? Oké. Sowieso hebben we gezien dat vrouwen in de ICT een belangrijke factor is geworden. Dat merken wij. In mijn bedrijf heb ik alleen vrouwen werken. En ze doen het goed. Ja, natuurlijk doen ze het goed. En ook nog een andere reden. Het is altijd leuker om met vrouwen te werken om je heen als je naar kantoor moet. Met 5 leuke dames. Laten we eerlijk zijn. Ja, support. Dus dat zien wij als ook een deel van de toekomst. Dat meer vrouwen die plekken gaan innemen, hebben we gemerkt. We merken ook dat security een heel belangrijke factor is geworden en zal zijn. Bijvoorbeeld, er is voorgehouden dat in 2022 cyberattacks een grotere impact zullen hebben op onze economie, of de wereldeconomie, dan natural disasters en climate change. Dus het zit helemaal aan top. Dus in de toekomst, en in de nabije toekomst, gaan we ons beter toeleggen op security om onze klanten van dienst te zijn. Omdat je wordt van alle kanten aangevallen. Ransomware, dat zijn dingen die gewoon gebeuren waarbij je moet betalen voor je data. En niemand moet je wijsmaken dat één software of één single solution je kan beschermen. Het is een multilayer approach waarbij de eindgebruiker belangrijk is. Dus we gaan ons daarop toeleggen om zeker trainingen te geven aan eindgebruikers. Om ze meer bewust te maken van hun eigen rol in security. Oké, very nice. Mooie ambities. Vrouwen in de ICT ondersteunen. En ook een, toch naar een stukje consumenten awareness in de vorm van trainingen. Yeah. Oké, hey Sean, geweldig. Heel erg veel succes toegewenst met je bedrijf en remote. Dank je. Gefeliciteerd met je 15-jarig bestaan. En ik zou zeggen, the sky's the limit, hè? Thank you. Bedankt voor de opportunity en ook succes met je programma. Dankjewel. Met een druk op de knop is de hele wereld eigenlijk aan je vingers als je in deze branche zit. Het is nu echt alleen Absolute. Maar inderdaad vertalen naar Suriname. En een bijkomstigheid vanwege de wijze hoe we onze dienst leveren, maakt het niet uit waar je in de wereld zit als partner of als klant. Hoe kunnen je van dienst van die zijn? Dat bedoelde ik met die druk op de knop. Dus succes ermee, Sean. Thank you. Thank you very much. Okay, bye. Bye-bye. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met Sean Quartier. Hij is de directeur van Enremote. Dat is een IT-bedrijf die haar diensten levert aan bedrijven op het gebied van ICT en ontwikkeling. Zijn bedrijf bestond onlangs 15 jaar. Reden voor ons om een beetje stil te staan bij wat hij doet. En meer nog zijn visie over de ontwikkeling van ICT in Suriname en wat dat allemaal voor ons zou kunnen betekenen. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en u bent uitgenodigd voor een volgende aflevering. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.